Ik wil jullie graag voorstellen aan de dikke veertiger. Dit is ongeveer 15 kilo geleden. Hier had ik nog cup C. En hoe kwam ik daaraan? Ik was inderdaad verslaafd aan bastonjekoeken. Als ik een voetbalwedstrijd ging kijken, had ik altijd twee pakken naast me liggen. Die waren voorrust op. En inderdaad, ik rookte nogal veel en ik zoop nogal veel. Ik werkte bij het bladmanagementteam en dan ging ik van station Duivendrecht naar Bussen met de trein. En op station Duivendrecht nam ik alvast een eerste biertje. En het werden er twee en het werden er drie en het werden halve liters. En dan kwam ik thuis en dan zei ik tegen mevrouw, ik heb een beetje een zware dag gehad. En dan ging ik linea recta naar mijn schuur. En daar onderweg in mijn tuin heb ik een kratje bier staan en dan bleef ik in mijn schuur tot een uur of 11 s'avonds. En dan soop ik me daar nog tot een ongeluk. Ik ging wel eens over mijn nek in mijn eigen tuin. En zo ging mijn leven met een glijdende schaal naar beneden. Toen heb ik bedacht, het moet ermee stoppen. Ik ben naar de sportschool gegaan, sportschool in Bussum. Daar kwam ik, ik heb me eerst ingeschreven. En toen ik me had ingeschreven, dat vergeet ik nooit, toen werd ik 2 dagen later gebeld. En ik zei met Thomas Brown, hij zegt, hoi, hoi. Ik zeg, sorry? Hoi, hoi. Ik zeg, ik ken geen hoi, hoi. Kermeroot, sportclub Bussum. Ik zeg, oh, van het fietstochtje in Italië, want dat was een tocht vanuit de sportschool. Morgen trainen, zegt hij. Ik zeg, morgen trainen? Nee, dat kan ik niet. Dan moet ik altijd met vrouwtje boodschappen. 9 uur, doei. En ik moest trainen. We gaan een beetje hard. Maar ik heb keihard getraind met HJ's. Dat ik het zelfs schopte tot een covermodel voor het bladmanagementteam. Daar werkte ik en die hadden een item over de naakte feiten van de manager. En Nienke had gevraagd, dat was de fotoredacteur, of ik model wilde staan. Maar ik deed het uiteindelijk allemaal voor het fietsen. Mijn nieuwe hobby, in plaats van het roken en het drinken en de bastonjekoeken. En we gingen naar de Stelvio. De Stelvio is een berg in Italië van 2800 meter hoog. Dit is 1/3 van het parcours, van de beklimming, dus dit nog 3 keer. Maar ik kwam uiteindelijk kwam ik boven. Overigens is dit de Cavia, dat is een andere berg die ook in de Dolomieten ligt. Daar had ik dus al die tijd heel hard voor getraind. En een totale metamorfose ondergaan, weg met het bier, weg met de sigaretten. En weg met de bastonjekoeken en hard fietsen en daar heel veel plezier uit halen. In die trip zeg maar, hadden we nog een ander leuk tochtje. Toen ik deze foto zag, dacht ik dat het een beursgrafiek was, maar het was toch echt de weg naar boven. Ook dit is overigens de Stelvio, waar je de eerste foto van zag. En we deden hem van 2 kanten die dag. De ene kant was 25 kilometer klimmen, de andere kant 23 kilometer klimmen. Dus 1,50 km klimmen op 1 dag. En ik kwam naar behoorlijk bek af. Ik weet nog heel goed dat ik hier aankwam. Het was 2 kilometer voor de top. En toen werd ik nog ingehaald door 4 Italianen, waarvan de laatste aan het fluiten was. Alsof hij braam aan het plukken was. Terwijl ik half kotsend boven kwam, zeg maar. Maar goed, het was wel een geweldig moment om daar boven op die Stelvio aan te komen, samen met Jeroen. Een hele grote overwinning. Een andere man, dat wilde ik dus graag. Ik wilde een andere man zijn voor mezelf, voor mijn omgeving, maar vooral voor mijn 2 geweldige kinderen. Links zie je mijn dochter Mickey en daar mijn zoon Max, met wie ik in Italië op vakantie ben. Maar uiteindelijk is het niet daarbij gebleven. Jeroen, die je net zag in het roze truitje, die kwam met het prachtige idee om de Tour for Life te gaan fietsen. En dat is een fietstocht van Italië naar Nederland. 1200 kilometer, was voor artsen zonder grenzen en 's nachts sliep je in een tentje. En dat was nog de grootste beproeving van het hele feest. Maar ik kwam aan op de Kouberg, ik word hier door mijn vrouw omhelst en op de Kouberg stond Mirte. En Mirte had mijn boek gelezen, want ik had inmiddels een boek geschreven. Het boek heet Ga toch fietsen. En die had dat gelezen en die was bij komen ophalen op de Kouberg met het spandoek. Heb je de koeken in bastonje kunnen laten? En zij zegt, ik rij al 4 keer Alpen d'Huez, wil jij met mij mee? Ik ben meegedaan aan Alpen d'Huez, ik ben 6 keer boven gekomen. Alleen bij de 6e keer blokkeerde mijn ketting, 500 meter voor de finish. Ik viel en mijn frame brak en ik ben lopend over de finish gekomen. En daar bij de finish stond Harry Kremers, iemand die ik ook via het fietsen ken. En die zei, wil jij volgend jaar meedoen om voor ALS te fietsen? Zo was een goede doel waar ik dus voor ging fietsen. Heb ik 3 keer de Mol van Toe gefietst. Je ziet aan mijn gezicht dat niet een sinecure is. Ik trap dan de laatste meters weg. Ik had een boek geschreven. Onderweg hier in Bussum fietsend kwam ik René Vroger tegen. En ik heb uiteindelijk een boek van mij in zijn brievenbus gegooid. Ik was via achter zijn adres gekomen. En toen had hij mij gebeld dat hij genoten had van het boek en of ik een keer met hem ging fietsen. Dus weer iets moois meegemaakt. Ik heb samen met René Vroger een hele leuke fietstocht gemaakt met zijn vrienden. En ik mocht inmiddels mijn verhaal vertellen bij bedrijven en overal. Alleen het leukste van je verhaal vertellen is natuurlijk op de school van je kinderen. Dus hier de hele bovenbouw van de Bussumse Montessori school hing aan mijn lippen terwijl ik vertelde wat ik
met fietsen heb en het boek schrijf. En nou ja, hoeveel inspiratie ik daaruit haal. Intussen werd ik gebeld door het Diabetesfonds. Die was inmiddels ook op mijn spoor gekomen. En die zei, wij hebben een tocht in New York. Wil je voor ons fietsen? Ik zeg, dat doe ik. Dus hier sta ik op Times Square. Daar fietst echt helemaal niemand. Daar rijden alleen maar taxis en bussen. Maar wij gingen gezellig over Times Square fietsen. Dus dat was een geweldige ervaring. Kleine stap, in Nederland werd de Giro gehouden. Ik was ineens een bekende in het wielrennen met je. Wil jij bij de start van de Giro Mart Smeets aankondigen? Die gaat hier een praatje houden, natuurlijk. Dus hier geef ik Mart de microfoon. Die maakt nog een filijne opmerking erbij, maar dat hoort er natuurlijk allemaal bij. Ook iets heel geks om mee te maken. En inmiddels had ik een tweede boek geschreven over Tour for Life, waar ik het net over had. De tocht van Italië naar Nederland. En mijn derde boek, Tweede Adem. En in mijn derde boek komt Wendy van Dijk voor. Die is namelijk ambassadeur van de stichting SIMI, kinderkanker. Heeft heel moois verteld, dus ik heb haar gevraagd, zou je mijn boek willen promoten? En natuurlijk deed ze dat. En uiteindelijk vond ik dus het geluk, hè, alles met fietsen heeft mij heel veel geluk gebracht. En het was Paul Witteman ook opgevallen dat ik dat had gevonden, want ik werd ineens op de redactie gebeld. Wil jij in ons programma over geluk praten? Nou ja, dan sta je deze bij Paul Witteman, vond ik toch ook weer een hoogtepunt. Maar ja, dit zijn natuurlijk allemaal leuke, hele leuke dingen om mee te maken, maar het draait allemaal uiteindelijk om het fietsen. Hier is na onze tocht, in 2015 hebben we de Pyreneeën gedaan, van coast to coast, en dan kwamen we aan bij het strand vlakbij Girona. En een van de jongens hier is Mark Verheij, en die zei eens de mooie opmerking, jij hebt aangetoond dat ieder zijn eigen tempel kan bouwen. Hij zegt, je bent zo vanuit het niks, van een San Bernardo situatie, zoveel meegemaakt, je maakt zoveel dingen mee, er gaan zoveel dingen goed. En daar profiteer ik nog steeds van. Dus bouw je eigen tempel.